En dit hebben ze al helemaal bereikt. Zoals jullie zien hebben ze al alles al gestort. En ze zijn dus nu bezig met buizen aan te leggen. Overal. Update. Het is vandaag vrijdag 15 oktober 2021. En dit hebben ze al helemaal bereikt. Dus ze zijn lekker goed bezig. Het is vandaag alweer maandag 18 oktober 2021. Ja, dat is het vandaag. En het is net 11:55 vandaag. En ze zijn dus bezig met piepschuim en alles. Om dat bij neer te zetten. En daar ligt nog een hoop piepschuim. Dus ja, we gaan het weer meemaken wat het allemaal, hoe het gaat worden. En dit middelste stuk, ik zal het even aanwijzen. Dit hier in het midden, wat nog, dus nog verhoogd is. Dat wordt dus namelijk de gymzaal. Het is vandaag woensdag 20 oktober 2021. Ja. En het is nu 12:30 geweest. Ja, dat doet ouw. Ze zijn aardig bezig, want zoals je ziet hebben ze hier al piepschuim er helemaal omheen gebouwd. En ja. En dit hier, waar die emmers staan en dat piepschuim, dit hier, dat wordt dus de gymzaal. Het is vandaag donderdag 21 oktober 2021. En daar, dit voorstukje, dat wordt dus de ingang. En ja, waar die man staat, dat wordt dus, wat ik al eerder zei, de gymzaal. Dus ja, ze zijn hier lekker bezig, zeg maar. Vrijdag 22 oktober 2021. Zoals je kan zien hier. Hebben ze al deze dingen aangebracht. Daar hebben ze aangebracht. Daar gaan ze zomaar verder. En dan daar op het hoekje hebben ze iets aangebracht. Hier zo. Daar. Bij, op de hoogte van dat ding. En zo gaan ze dus overal bezig. Het is vandaag maandag 25 oktober 2021. En het is 9:45. Zoals je ziet staat er in een hele grote mooie wagen. Dus ze gaan hier vandaag, denk ik, in dit deel, deze hier, in dit stukjes, allemaal beton storten. Dus ja, dat wordt nog geweldig leuk. Maar ik denk, nou, ze zijn al bezig, maar nee. Helaas, pindakaas. Maar ze zijn wel lekker hard bezig. Het is vandaag, woensdag 27 oktober 2021. En het is 10:50. Ja. Zoals jullie zien hebben ze al alles al gestort. En ze zijn dus nu bezig met buizen aan te leggen. Overal. Dus dat is dan. En dus dat wordt voor de riolering. Dus ja, zoals je ziet zijn ze lekker bezig met de riolering aan te sluiten. Dus ja, we gaan het zien hoe snel ze gaan binnenkort. Dus later weer meer. Het is weer vandaag donderdag 28
oktober 2021 en het is nu 10 over 1. Ja, ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, maar hij ligt allemaal van het schuim. Dus piepschuim hier. Hij heeft daar eentje neergelegd, hij heeft eentje daar neergelegd. En hij is bezig. Ze zijn aardig bezig met leidingwerk. Kijk, ik zal hem even inzoomen. Kijk, overal met PVC-buizen, zo moet ik het wel goed zeggen. En dat staat allemaal dus op en op van die kleine ijzeren dingetjes. Even kijken of ik mijn vinger erbij kan halen. Kijk, volgens mij kunnen jullie het wel een beetje zien hier. Daar. Dus dat staat allemaal daarop. Dus dat is wel nice, toch? Kijk, even helemaal mooi zo. Hartstikke mooi. Nou, en waar het kraantje op staat, wat ik al eerder heb gezegd, daar komt dus de gymzaal. Nou, daar hebben ze ook allemaal weer stokken neergezet. Waarom, weet ik niet, maar dat gaan we vanzelf wel zien. Kijk, je ziet dus nou zo'n blok erop liggen. Kijk, en hier ook weer allemaal PVC-buizen. Ze zijn lekker bezig. Vandaag is het alweer 1 november 2021. En het is klokslag 1 uur. Ze zijn lekker bezig. Ze zijn lekker bezig. Kijk, al deze dingetjes. Kom maar op. En hier zijn ze dus ook nou iets met piepschuim aan het neerzetten leggen, weet ik niet. Maar... of iets met beton. Kijk, en daar hebben we inderdaad wel beton. Hey! Nou, we gaan... We gaan het weer meemaken. En uiteraard hou ik jullie op de hoogte. Zo, ze zijn er weer met een partij lading beton. Ja. Achteruit rijlamp is. Kijk je uit voor die auto's. Zat er bijna tegenaan. En nu recht naar achteren. Deels recht dan. Hoi. Staat de stuur erop? Ja, je staat er heel mooi op. Het is vandaag donderdag 4 november 2021 en het is 6:30. Ja, en de palen staan er. Heel raar nu al. Dus kun je nagaan. Wat gaat dit hard. Wauw.